Thuiswerken wordt mogelijk een recht. Vandaag behandelt de Eerste Kamer werken waar je wilt. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat ik het daar al mee eens ben. Ik denk dat het goed is dat iedereen ook flexibel is in of die thuis of op kantoor werkt. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik vind wel dat mensen die thuis zouden moeten kunnen werken voor een gedeelte van de week. Een recht weet ik niet of ik daarmee eens ben, maar ik vind het zelf wel fijn om te doen. Gaan we nou voor elk beroep helemaal in de wet opschrijven wanneer je thuis mag werken? Lijkt me best lastig. Als je in een team werkt, is het misschien ook prettig om toch soms even met collega's iets te kunnen doen. Ik zou het toch liever in samenspraak met je werkgever doen. Collegialiteit en dingen samen doen is heel belangrijk tijdens werk, is mijn ervaring. Zeker dat het ook belangrijk is om wel naar kantoor te komen, maar ik denk zeker dat voor bepaalde sectoren het wel handig kan zijn dat er ook gewoon die mogelijkheid er is om gewoon thuis te werken als mensen zich daar prettiger bij voelen. Mensen zijn eenmaal sociale dieren en wij hebben de sociale aspect van veel communiceren eenmaal nodig. Denk je dat thuiswerken productiever is of minder productief dan op kantoor? Voor mij is het productiever, dus ik vind het zelf heel erg fijn. Nou, ik denk het niet. Ik denk als je met je collega's zit, je toch een beetje actief en ja. Is de verleiding om Netflix aan te zetten niet groter dan je laptop open te klappen? Voor mij niet. Nee, ik vind mijn werk heel belangrijk en ook heel leuk om te doen. Dus of ik het niet erg of ik het nou thuis doe of niet. En mis je dan niet de Vrijmibo? Nee, die heb ik. Ik werk op donderdag thuis. Dus de Vrijmibo maak ik gewoon lekker mee. Nou, dat kan je natuurlijk altijd nog buiten je werk met collega's doen. Maar ja, ik zou de Vrijmibo wel missen. Ja, altijd even een pilsje pakken. Hè. Dat was in de klassificering. Ja, dat is het.